De Palmstraat in Nijmegen is een van die steile straten waar niet meer gestrooid wordt. Nou, ik vind het gewoon schande, want de oude mensen kunnen niet meer naar buiten. Gestrooid wordt er niet meer, dus ik blijf maar binnen. En dat is nou juist waar Marjolein Meiling van het CDA voor waarschuwde. Ja, ik wil gewoon dat ouderen in onze maatschappij gewoon mee kunnen. En dan moet je niet met je eigen strooibeleid dat in de weg gaan zitten. Vorig jaar december trok Meiling aan de bel, maar de wethouder verzekerde haar dat het allemaal wel mee zou vallen. Zo zouden mensen in straten waar niet gestrooid wordt, makkelijk zelf de handen uit de mouwen kunnen steken. Ja, als je nou een stukje verderop kijkt, dan zou een bak met zout moeten staan, maar die staat er niet. En ze waren hier in de Palmstraat nou juist zo blij dat ze sinds een aantal jaren eindelijk waren opgenomen in het strooiplan. Want voorheen ging het vaak mis. Wat auto's die tegen onze auto's zijn aangegleden. Bewoners kunnen wel een melding doen via de Meld- en Herstel-app, waarna er alsnog een strooiwagen zal komen. Staat er bij zo'n melding geloof ik dat er binnen 5 dagen gereageerd wordt? Ja, dan is de sneeuw weg. Dat klopt, ja. Maar we wachten af. Eigenlijk door meldingen wel te blijven maken, hoop dat ze het beleid gaan herzien. De gemeente Nijmegen zegt dat er tot nu toe maar zo'n 25 klachten zijn binnengekomen. Na deze winter wordt het nieuwe strooibeleid geëvalueerd. Voor mij mogen ze gaan strooien. Want we hebben wel eens gehad dat ze 4 keer op een dag kwamen. En dan zei ik ook, nou weer strooien. En nu komen ze helemaal niet meer. Dus dat vind ik toch helemaal niks. Maar natuurlijk heb elk nadeel ook zijn voordeel.